Dit is SBS Dutch. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 6 november. Ik ben Paulien Roesink. Miljoenen Amerikanen brengen hun stem uit om te bepalen of Donald Trump of Kamala Harris de volgende Amerikaanse president wordt. Trump zegt dat hij ervan overtuigd is dat hij gaat winnen, terwijl Harris Amerikanen aanspoort om te gaan stemmen. Volgens de Amerikaanse ambassadeur in Australië, Caroline Kennedy, zijn deze presidentsverkiezingen een van de belangrijkste in de geschiedenis. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zijn minister van Defensie ontslagen vanwege een vertrouwenscrisis. Netanyahu en Yoav Gallant botsten vaak over de oorlog in de Gazastrook, iets waar de Israëlische premier over sprak in zijn videoboodschap waarin hij het ontslag aankondigde. Rusland ontkent dat het achter een reeks pakketbranden zit gericht op koeriersbedrijven in Polen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Poolse aanklagers zeggen dat de branden die in juli plaatsvonden bedoeld waren om vluchten naar de Verenigde Staten en Canada te saboteren. Westerse functionarissen geloven dat de branden ontstonden in elektrische massageapparaten die een op magnesium gebaseerde substantie bevatten. Nieuws uit Nederland. De moordenaar van Marianne Vaatstra komt binnenkort voorwaardelijk vrij. De organisatie Namens de Familie bevestigt dat na berichtgeving door de Telegraaf. Volgens de krant komt Jasper S. op 16 november vrij met een gebiedsverbod voor geheel Noord-Nederland. De 16-jarige Marianne Vaatstra werd in 1999 verkracht en gedood in het Friese Veenklooster. De dader was jarenlang onbekend. Pas in 2012 werd S. na een groot DNA-onderzoek opgepakt. Hij werd veroordeeld tot 18 jaar cel en heeft nu 2/3 van zijn straf uitgezeten. Nabestaanden vinden dat hij te snel vrijkomt. En de NOS meldt dat het Britse olieconcern BP al zijn tankstations en elektrische laadhubs in Nederland wil verkopen. Het gaat in totaal om 335 stations. BP zegt dat Nederland een te kleine markt is. Het is de bedoeling dat een koper ook alle werknemers van BP overneemt. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.